Goedemorgen. Wij zijn hier bij elkaar bijeen voor de petitieaanbieding Manifest van Jonge Boeren en Tuinders. Welkom bij de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook hartelijk welkom aan de aanwezige Roy Meijer als voorzitter van de NEJK. Paula Groen, volgens mij jongerenraad DOC Kaas. Leonard Haanstra, jongerenraad Agrifirm en Bianca van Eyck. En dat is van de jongerenraad Royal Flora Holland. En zij bieden vandaag het manifest, maakt u met ons beleid, dan maken wij onze dromen werkelijkheid aan. Dat doen ze namens de diverse jongerenraden van de coöperaties in de land- en tuinbouw en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En na een korte toelichting op het manifest zullen de Kamerleden met hen in gesprek gaan. Ik mag hier zitten namens de jongerenraad van Agrifirm, vertegenwoordiging. 30 enthousiaste jonge boeren die zich vol willen inzetten op een mooie toekomst. Vanuit alle sectoren zijn we vertegenwoordigd. En ik wil me eigenlijk sterk maken dat we gaan inzetten op langdurige beleidsbepalingen waar we op kunnen investeren. Wij zijn de toekomst van de sector. Niet alleen omdat wij jong zijn, maar omdat wij jong en ambitieus zijn. Wij willen doorgroeien en innoveren. Hoe de toekomst er precies uitziet, dat weten we niet. Maar wij staan met plezier op voor dag en dauw om de mooiste producten te maken. De producten die ons land uiteindelijk groot maken. Voor de toekomst is het belangrijk dat we een passend beleid hebben. Die niet gemaakt wordt voor ons, maar met ons. Zodat wij haalbare doelen kunnen bereiken. Ja, mijn naam is Paula Groen, 25 jaar. Mijn ouders en ik een melkveebedrijf in Kampen. Ik ben inderdaad jongerenraadslid bij DOC Kaas en ik hoop dat wij hier samen kunnen werken naar doelen die wij naar de toekomst toe kunnen behalen en dat wij die dus niet samen uit het oog verliezen. Het manifest wat hier is opgesteld door jonge boeren en jonge tuinders, ik zou als hartekreet willen zeggen: neem dat manifest mee de komende 4 jaar. Neem het mee aan de formatietafel, maar neem het ook mee in de debatten in de Tweede Kamer als jullie de regering controleren en bediscussiëren. Het is historisch dat wij als jongeren met elkaar een manifest hebben opgesteld vanuit zoveel verschillende sectoren om te zeggen: wij willen die kant op in de land- en tuinbouw in Nederland. Het is ook heel belangrijk om te zeggen dat al deze jonge boeren en tuinders niet alleen jonge boeren en tuinder zijn, maar ook mede-eigenaar van een bedrijf wat hun producten verkoopt, of waar zij producten van kopen, of die hun producten verwerken. Dus het is tweeledig en daar ben ik ontzettend trots op. Als ik kijk naar wat wij in het manifest hebben gezegd en wat wij stellen, dan begin ik met te zeggen dat wij met z'n allen vinden dat Europa onze thuismarkt is. Wij zijn onderdeel van de Europese Unie en dat zien wij als onze thuismarkt en dat zien wij ook als een markt waar wij de meeste producten aan leveren. En dat is ook zo als je kijkt naar de exportcijfers. We zijn allemaal familiebedrijven met oog op toekomstige generaties. Het is niet zo dat wij een bedrijf opbouwen en denken: nou, dat verkopen we dan en dan hebben we het verkocht en dan gaan we bij wijze van spreken op vakantie naar de Bahamas en dan vinden we het allemaal wel goed. Nee, wij zetten ons in voor een toekomstbestendig bedrijf, zodat een volgende generatie weer verder kan. Daarnaast zijn we zeer ambitieus. Dat moet ook. Als je vandaag de dag jonge boer of tuinder bent, dan moet je ambitieus zijn en ondernemend, anders hou je het niet vol. Wij willen ons bedrijf doorontwikkelen. Wij willen ook iets betekenen voor de Nederlandse samenleving, voor de Nederlandse maatschappij en helpen met vraagstukken die daar leven. En dat brengt mij op het volgende punt, dat wij zeggen: wij zijn onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. Dat wil niet zeggen dat wij alles kunnen oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren. En die bijdrage kunnen we alleen maar leveren als de primaire sector samenwerkt met de agroketen en met de overheid. De Nederlandse agrarische geschiedenis heeft afgelopen 100 jaar laten zien dat dat de kracht is van onze Nederlandse land- en tuinbouw. Samenwerken om ervoor te zorgen dat we sectoren doorontwikkelen, klaarmaken voor de toekomst. En dat klaarmaken voor de toekomst, dat houdt nooit op. Maar we kunnen wel onze schouders eronder zetten om dat in goede banen te leiden. En eigenlijk is dat de kern van ons manifest. Pak onze hand aan, neem hem aan. Dan gaan wij met jullie samen
zorgen dat die Nederlandse land- en tuinbouw toekomstperspectief heeft en blijft houden. We hebben een aantal belemmeringen, een drietal, die ik even kort toelicht. Het eerste die wij daarop hebben staan is extra nationale regelgeving en bovenwettelijke eisen, wat wij zien als een belemmering. Dan hebben we het ook over ongefundeerde uitspraken als tweede belemmering. Als we het hebben over sterke competitie om grond- en milieuruimte, ja, we zien dat we van alles willen in Nederland. We willen woningbouw, we willen natuur, we willen industrie. Maar met name ook in de veehouderij en in de akkerbouw hebben we een duidelijke wens om te extensiveren. Maar we hebben niet meer grond dan en milieuruimte dan we hebben. Nou, dat zien we wel als een spanningsveld wat onze toekomstige ontwikkelingen in de weg staat. Maar genoeg over die belemmeringen. Wat we heel graag willen is het hebben over wat wij graag willen in een nieuw kabinet. En wat wij heel graag willen, en dan wil ik is een eerste ding, en dat is heb oog voor noodzakelijke lange termijn perspectief. Ik hecht daaraan te zeggen dat we zeggen wij zijn onderdeel van de oplossing. En niet van het probleem. Als je het hebt over het volgende punt wat wij stellen. Hè, doelen in plaats van detailregelgeving en beschermde land- en tuinbouwgrond. Dan zeggen we eigenlijk, we hebben een hele sterke land- en tuinbouwketen. Geef die de ruimte om ervoor te zorgen dat hun vakmanschap gebruikt kan worden om doelen te behalen. Stel die doelen dan ook duidelijk samen met de sector. Geef dat tijd, dan werken we eraan. Gaan we zorgen dat we ze halen. En die doelstellingen kunnen te maken hebben met omgeving. Die kunnen te maken hebben met milieuvraagstukken, stikstof, klimaat, noem maar op. Maar geef wel ruimte aan het vakmanschap om dat te doen. En ga niet vertellen aan die boeren en tuiners hoe ze dat dan moeten doen. Geef hen daar dan ook de vrijheid in. Daar moeten we elkaar op vertrouwen. Als we het hebben over het volgende punt, de prioritering van de positie van boeren en tuinders in de keten, dan is het gewoon heel belangrijk dat wij bijvoorbeeld, als we kijken naar gewasbeschermingsmiddelen, een gelijk speelveld krijgen in de Europese Unie. Het kan niet zo zijn dat in land A iets wel mag en in land B iets niet mag. Wij wonen in één Europa, geef ons dan ook de ruimte om dan als Europese boer te opereren. En wat een ander belangrijk punt is, wij zien heel veel enthousiaste jonge mensen in de agrarische sector, in de tuinbouwsector. Maar die hebben toevallig geen vader of moeder of oom of tante die tuinder of boer zijn. En hoe je het ook wendt of keert, het is in de agrarische sector wel een beetje zo en in de tuinbouwsector. Ja, je hebt een blauw bloed of je hebt het niet. Als je die familieband niet hebt, is het heel moeilijk om aan een tuinbouw of een boerenbedrijf te komen. Faciliteer nou processen die maken dat het makkelijker wordt voor jongeren die graag een jonge boer of tuinder willen worden, dat ze dat ook kunnen worden. We hebben in Nederland veel te weinig jonge boeren en tuinders. Geef nou ruimte dat diegenen die het wel willen, die dat prachtige vak in willen, dat ook kunnen. Help ons daarbij. En als laatste zeggen wij, zet in op betere educatie en informatievoorziening voor de land- en tuinbouw. Ik sluit af met het volgende. Ik ben ongelooflijk trots en dankbaar dat wij namens het NIEK en de 15 corporaties aan jullie dit manifest mogen overdragen. Ik kan me voorstellen dat daar veel vragen over zijn. Maar dit is wel bijzonder dat jonge boeren en tuinders de handen ineens slaan, samen de mouwen opstropen en willen werken aan de toekomst met de overheid. De hand uitsteken van wij kunnen met jullie heel veel mooie dingen doen. Maar pak die hand dan ook aan en ga met ons werken aan die toekomst. En ons is dus niet alleen boeren en tuinders, maar ook de agroketen die hierachter zit. Want ik heb jullie verteld en laten zien hoeveel bedrijven hier namens de land- en tuinbouw een ondersteuning aangeven. En hier wou ik het even bij laten. Dank voor je complimenten, Tjeerd. Ook jouw vraag is helder. De grote dossiers, stikstof, klimaat, kaderrichtlijn water, waarom staan die er niet in? Deze stip en deze visie die wij hier inzetten is een visie voor onze land- en tuinbouwsector. En wat wij nodig hebben om daar te komen. Wat we er ook heel duidelijk in hebben staan, is dat wij onderdeel zijn van de oplossing. En dat we daar ook aan willen bijdragen. Je ziet niet dat wij dat niet willen. Alleen om dat te doen heb je een aantal randvoorwaarden nodig. En die randvoorwaarden hebben wij in ons manifest gezet. En ja, dat is in feite gewoon lange termijn politiek en een kans op onze bedrijven te ontwikkelen binnen de uitdagingen die er zijn. En dan kunnen wij ook wat geven aan de politiek en aan de samenleving om dingen als klimaat, stikstof en kaderrichtlijn aan te pakken. Maar dan heb je die lange termijn nodig. Dan heb je nodig dat je met elkaar kijkt van wat is onze positie in de keten. Hoe gaan we om met detailregelgeving?
wetgeving? Of stellen we doelen? Hoe gaan we om met bedrijfsovername? Hoe gaan we om met opleiden van mensen die dus ook op deze zaken nadenken? En daar, als die randvoorwaarden er niet zijn, dan maak je het voor ons heel moeilijk om een bijdrage te leveren aan een stikstofprobleem of een klimaatprobleem of een kaderrichtlijn waterprobleem. En als we nou daarover eens worden, Tjeerd, dan kunnen we met elkaar om tafel om te kijken hoe gaan we dat invullen. Zowel met de primaire sector als de agroketen, want wij staan hier omdat wij door willen. Wij willen blijven boeren en tuinen blijven zijn in Nederland. En dat betekent dat we ook te maken hebben met vraagstukken uit de maatschappij waar we ook mee aan moeten. Maar we moeten er ook voor zorgen dat die land- en tuinbouwstructuur zo is ingericht dat we dat aankunnen. En dat we elkaar de hand kunnen geven en kunnen zeggen, nou, weer schaffendas.